Het zal je maar gebeuren. We zitten in de winkelstraat, vlakbij ons, zitten we gezellig op een terrasje, een klein hapje te eten. Komt er plots een buurvrouwtje, totaal ontdaan, bij ons aan tafeltje zitten. Ze is volledig van haar apropos, zoals wij zeggen, ze is volledig de kluts kwijt. Wat blijkt nu? Ze heeft een maatje meer. En welwillende buren hadden gezegd, ja, er is hier in de straat een jeanswinkel waar je terecht kan voor grote maten. En dan was ze daar naartoe gegaan en ze vraagt aan het juffrouwtje dat haar kwam helpen, juffrouw, ik zoek een jeans. Dat zal niet gaan voor u, madame, kreeg ze als antwoord. Toen zei ze, ja, maar u hebt toch grote maten? Ja, maar die grote maten die wij hebben, zullen zelfs voor u niet helpen, kreeg ze als antwoord. Uiteraard is dat buurvrouwtje totaal van haar apropos, zoals ik zei, die winkel als het ware uitgerend en kon ze bij ons haar hart uitstorten. Nu, wat mij betreft, die juffrouw in die winkel, die verdient niet alleen om in de klantenwegjaagclub te blijven, die wordt met stip erelid van de klantenwegjaagclub. Maar dan hoorde ik dat, toen ik dit verhaal vertelde aan de andere kant van het land, dat dat in verschillende winkels al wel eens een keertje gebeurd was. Dus ook bij andere mensen. En dat betekent dat er nog heel wat werk aan de winkel is qua klantvriendelijkheid en zelfs gewoon qua savoir-vivre. Leven de klantenwegjaagclub.